De awardwinnaar gospelartiest Israel Juten is op 2 februari in Suriname gearriveerd op de airport Zorg en Hoop na een optreden in Guyana. Israel Juten heeft succesvol opgetreden in de Enterinestis porthal. Juten gaf aan dat Suriname een gezegend land is. Hij riep Surinamers op om te bidden voor land en volk. Het voorprogramma werd geleid door Rafshanko en Eugene Main. Er zijn verschillende liederen gezongen, waaronder Jesus is the center, I am trading my sorrow, and I love you, Lord. De samenkomst was druk bezocht en het publiek deed enthousiast mee. Bekende voorgangers, waaronder Steve Meijer en Eric Chin Kon Kim, waren er ook bij. Er is afgesloten met het lied I am not forgotten.